Ik ben hier in Kastanjelaan bij de Day Market, groenten en fruit en levensmiddelen. En wat me hier altijd opvalt, als je hier voorbij komt, dat de uitstalling van de groenten en het fruit er altijd zo buitengewoon fris en goed verzorgd uitziet. Dat vergt natuurlijk de nodige aandacht en dat moet ook 's avonds allemaal weer worden opgeruimd en de andere dag weer netjes worden uitgestald. En dat is toch meer werk dan men zo op eerste gezicht zou denken. Het ziet er aantrekkelijk uit en het nodigt ook uit tot kopen. De kwaliteit van het geboden, dat ziet er allemaal uitstekend uit. Ik spreek even met Daje, de manager van deze winkel. En Daje, jij bent hier elke dag geopend? Elke dag, alleen zondag dicht. Zondags niet. We zitten kopzondag open. Ja. Ja, alleen kopzondag. Hè. Want je hebt hier een bewonderende prachtige uitstalling van al de groenten en fruit. Ik heb elke dag verse groenten, verse vleesje. Ja. Kippenvlees, kalfvlees. Maar het is niet alleen groenten hè, dat je verkoopt. Alleen, nee, niet alleen. Je verkoopt ook supermarktartikelen? Ja. En vlees? Vlees, kippenvlees, kalf, lamvlees. Ja. Ik heb alles elke dag vers. Ja. Ik ga elke dag groenten halen. Oh, je haalt je inkoop zelf? Ik ga zelf halen, ja. En waar ga je dan naartoe? In Breda. Naar Breda? Ja, bij de Breda. Astervritten van Breda. Ja. Soms naar Rotterdam. Maar dan zijn je dagen lang zeker, hè? Want daar moet je al heel vroeg naartoe waarschijnlijk. Oh, 5 uur wakker. 5 uur ben je al in de weer. Ja, tuurlijk. Ja. Soms kan je voor een tijd de winkel open. Van 8 uur open. 8 uur gaat de winkel open, ja. En dan moet je alles hier nog netjes uitstallen. Netjes uitslagen, ja. Ja, natuurlijk. Want... Nou, achter een flesje. Ja. Ik ben zelf slager. Oh, je bent slager van beroep, dus dat is je hoofdtak eigenlijk hier, hè? Ja. Ik spreek hier met de nicht, Melieke. En Melieke, jij helpt hier elke zaterdag in de winkel. Dat is leuk werk. Ja, het is wel leuk. Elke dag andere mensen. Ja. En, en wat doe je in de rest van de week? Zit je nog op school? Of, ja, ik zit nog op school. Oh ja. Ja, daarom kom ik alleen zaterdag werk. Ja, natuurlijk. Ja. Maar ja, kom je toch in aanraking met een heleboel dingen die de mensen dagelijks nodig hebben. Ja, klopt. En dan leer je ook de waardering voor het eten beter tot z'n recht brengen, hè? Ja, klopt. Ja, bijvoorbeeld sommige mensen komen hier, dan vragen ze wat, ik weet niet eens wat het is. Dan leer ik ook leuk werk. En het is een enorme hoeveelheid producten die in de winkel staan. Hè? Ja. Het is, buiten is het de blikvanger al de mooie vruchten en de groenten. Maar hier binnen is er een keur aan producten. Zijn dat allemaal producten een beetje gestoeld op Turkije? Ja, ongeveer. Niet allemaal. Het is toch van Marokkaanse spullen. Mm-hmm. Daar zijn het allemaal spullen voor de Bulgaren. Ja, het is in feite een hele internationale winkel geworden. Ja. En de klanten, als jij hier zaterdag staat, zijn dat vaak altijd dezelfde mensen die op zaterdag komen? Ja, meestal wel. Er zijn van bekende mensen die altijd hier komen boodschappen. Er komen ook soms nieuwe mensen. Ja, het ziet er heel mooi uit, heel verzorgd. Ja. Ja, we controleren elke minuut of alles. Ja. Jij bent eigenlijk van beroep slager. Ja. En slacht je ook zelf of koop je al het vlees? Nee, ik koop vlees zelf halen. Voor ja. Maar je hebt allerlei soorten vlees, zie ik wel. Ik kan hier alles mooi netjes snijden. Ja. Alleen voor winkelen. Dus mensen kunnen het krijgen in wat voor vorm dat ze willen ook, hè? Gesneden, gehakt? Alles. Ja. Lam gehakt, groente gehakt. Je kan kip gehakt. Ja. Ja, geef je zelf zin, mijn vlees.
Oh, mijn klanten, iedereen zegt het is mooi vlees. Ja, je hebt het ook heel mooi uitgestald. Ja, iedereen komt, Hollandse klant, Turkisch. Ja, maar wat het klantenbestand dat is internationaal. Iedereen komt hier bij. Iedereen komt bij, ja, tuurlijk. Maar je zit, de winkel staat hier ook op een heel gunstige plaats, hè? Ik heb een heel mooie plaats hier. Ja, op die hoek. Gelijk bij de school daar. Ja. Want hoe lang sta jij al in deze winkel? Hoe lang ben je al werkzaam hier? 3 jaar. 3 jaar, ja. En waar zat je, en waar was je voor die tijd? Ook in Bergen op Zoom? Ja, ik woon hier in Bergen op Zoom. Ja, maar je staat nu 3 jaar in de winkel. Ja, 3 jaar hier. En komen de klanten, nemen de klanten hoeveelheden nog toe? Komen er nog steeds meer klanten? Oh, het komt er meer, hè? Ja. Dus het loopt goed. Tuurlijk, ja. Het is toch goed. Ja. Ja, dus alles netjes maken, dan een beetje goedkoper. Ja, ik heb de prijs niet zo duur. Ja. Ja, je hebt er wel gezien, alles netjes. Ja, je winkel ziet er keurig uit. Ja, ja. Want je moet daar natuurlijk toch iedere dag de nodige zorg aan besteden, hè? Ja. En de inkoop van de andere producten, dat wordt gedaan door centraal gedaan, of doe je dat ook allemaal zelf? Al de dingen die we hier zien staan. Als je weinig, dan kijk je alles op, dan kan je zelf bellen. Uh-huh. Ja. Dan komt je zelf vrienden van hier. Ah, ja. Ja. En jij zelf komt oorspronkelijk uit Turkije? Ja, uit Turkije. Ik kom van Turkije. Ja. En je woont hier met je gezin in de Berg op Zoom? Ja. Ja. Oh, ja. Is toch... Kleine stad, maar het is ook een mooie stad. Maar het is niet zo groot. Mm-hmm. Nee. Maar er zijn nogal heel wat winkels, kleine winkels en zo. En, maar dat jullie het zo goed doen, dat is, wel, dat is toch een bewijs dat je goede kwaliteit levert. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Maar je doet het met plezier. Met veel plezier. Met. Ja. Nou, dankjewel voor het interview. Voor jou dank je. Ik wil voor jou ook heerlijk dank. Ja. Nou, ik vind het bedankt leuk. Voor jou. Leuk om even met je te praten. Dankjewel. Tot de volgende keer.